Een rapport, Geert Wilders, over een zogenoemde Nexit. Wat is dat? Ja, Nexit. Een rapport wat we inderdaad vandaag presenteren staat voor het verlaten door Nederland van de Europese Unie. En ja, dat geeft eigenlijk aan, een gerenommeerd bureau heeft dat afgelopen jaar onderzocht, dat dat goed is voor Nederland. Dat dat 10% extra economische groei oplevert de komende 10 jaar. Geld wat we in onze Nederlandse economie kunnen besteden. Meer banen, meer koopkracht, kortom. Fantastisch voor Nederland. Het zal niemand verbazen dat uitgerekend u een rapport presenteert waarin, uh, uh, waaruit blijkt dat het goed is voor Nederland om uit die Europese Unie te stappen. Ja, dat uh, zal niemand inderdaad verbazen. Maar het mooie is nu dat niet alleen Geert Wilders en de PVV dat roept, maar dat het bureau Capital Economics, die hebben de Wolfson Prize, een hele gerenommeerde economische prijs gekregen in 2012. De hoogste economische prijs na de Nobelprijs voor de Economie en die... Die zich echt niet politiek laten gebruiken door de PVV hebben nu het afgelopen jaar een onderzoek gedaan en dat toont dus aan niet dat het slecht is voor onze economie, zoals Mark Rutte, onze premier in Nederland, bang maakt, maar dat het goed is voor de economie als we weer een soeverein land worden, baas in eigen land en ook het geld niet naar Griekenland brengen, maar hier in Nederland besteden. Van dit bureau is bekend dat zij ervan overtuigd zijn dat de Europese Unie of het verlaten van de euro dat het alleen maar goed is voor landen. Ze hebben daar ook een, een practical guide voor geschreven, een praktische gids hoe. De euro te verlaten, dan verbaast het toch niet dat zij ook berekenen dat het goed is voor Nederland. Dus u vraagt erom en u krijgt. Nee, maar de feiten: het gaat dus natuurlijk een heel dik rapport. waar allemaal gerenommeerde economen aan hebben gewerkt. En die laten zien: doordat we weer nogmaals ons niet aan de Europese regels hoeven te houden, dat we wel baas worden over onze eigen grenzen, wie er van onze sociale voorzieningen gebruik maakt, dat we nog steeds toegang houden tot de interne markt, maar veel flexibeler zijn om ook met andere landen buiten de Europese Unie eh, vrijhandelsverdragen te sluiten, dat Nederland daar gewoon beter uitkomt. En ja, Zwitserland laat dat ook zien. Zwitserland is een land wat in Europa ligt, maar geen lid is van de Europese Unie en waar het economisch veel beter mee gaat dan met Nederland. Dus ik ben heel erg blij. Dat we nu vandaag kunnen laten zien dat een soeverein Nederland, geen lid van de Europese Unie, maar wel handeldrijvend met de Europese Unie, ja, dat dat heel veel geld, heel veel economische groei en heel veel banen oplevert. En niet in Griekenland of in Cyprus, maar hier in ons eigen land. Want waar zit hem de winst volgens dit bureau? Nou, dat zijn verschillende oorzaken, maar een belangrijke reden is dat we ons bijvoorbeeld niet meer aan alle Europese regels hoeven te houden. Maar dat we ons, of het nou gaat over milieu of over vrijstellingen van BTW voor het midden- en kleinbedrijf, dat Nederland zelf de regels bepaalt. En het onderzoek blijkt... Uit maar welke een... regels kosten dan zoveel? Nou, wat ik al zei, of het nou regels gaat over klimaatbeleid of wie een bepaald tarief van de BTW mag krijgen. Het Engels onderzoek blijkt dat nationale regels niet alleen goedkoper zijn, maar ook 2,5 maal... Effectiever. Een ander punt is dat we ook veel meer gaan over onze eigen grenzen. Wij bepalen zelf wie we binnenlaten. We hoeven niet meer, omdat Europa het wil, gezinsmigranten toe te laten. Of uh, Roemenen en Bulgaren en ook toegang te geven tot de Nederlandse toeslagen. Uh, dat hoeft dan allemaal niet meer. Wat ook belangrijk is, is dat we ervoor kunnen zorgen dat we ook met landen buiten de Europese Unie economieën die veel meer groeien dan. Europese economie, dat we daar heel snel verdragen mee kunnen sluiten om zaken te doen. Zwitserland heeft vorig jaar een vrij handelsgedrag gesloten met China, terwijl Europa daar nog mee bezig is, nog moet aan moeten beginnen. Nou, allemaal kansen die Nederland heeft geldt heel belangrijke reden ook wat we niet meer aan contributie hoeven te betalen aan Brussel en ook niet meer aan landen als Cyprus. U weet. Een paar dagen geleden de Nederlandse minister van Financiën die riep, nou het zou best kunnen dat we weer tientallen miljarden dadelijk opnieuw in Griekenland moeten betalen. Samen sterk is altijd de gedachte geweest. Ja en samen sterk betekent eh, zwak voor Nederland. Zolang wij miljarden betalen aan landen als Cyprus, als dadelijk opnieuw misschien aan Griekenland geld wat we allemaal in de Nederlandse economie hadden moeten stoppen. Uh, waardoor we nog steeds handel zouden kunnen bedrijven met Europese landen en landen van de Europese Unie. Dan hadden we hier de winst van al dat geld. En dat is wat wij willen. Niet meer iedereen naar Nederland halen, niet meer de zwakke landen in Europa financieren. Maar het geld hier in Nederland stoppen, handel blijven drijven. En je ziet, dat levert banen, economische groei en koopkracht op. We moeten ons niet meer bang laten maken door mensen als Mark Rutte. We moeten kiezen voor een sterk Nederland. De Achilleshiel van dit onderzoek is dat. Uh, wat u ook zegt. We moeten wel handel blijven drijven met Europa. Wat garandeert nou dat Europa zich niet afkeert van Nederland? Nou, daar heeft het rapport en het bureau ook goed naar gekeken. En wat zij zeggen is. Dat het in belang is van um, onze aangrenzende landen, zoals Duitsland, uh, België, maar ook andere Europese landen, dat wij gewoon toegang blijven houden tot de interne markt. Die haven van Rotterdam blijft echt de toegangspot van Europa. Daar Europa we... is ook afhankelijk van ons, kennelijk. Europa is heel erg afhankelijk van ons. Dus niet alleen omdat ze Nederland zo'n sympathiek land vinden, maar ook vanwege hun eigen belang zullen ze ja, Nederland toegang willen geven tot die interne markt. Uh, dus dat zal blijven gebeuren. Maar zelf... Stel, stel, als dat niet gebeurt, wat dan? Stel, ook daar is naar gekeken dat dat niet zou gebeuren. Die kans is denk ik verwaarloosbaar klein. Maar stel dat dat toch zou gebeuren. en Nederland terug zou vallen op WTO-tarieven van de Wereldhandelsorganisatie. dan nog zegt dit rapport dat Nederland goedkoper uit is. en dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. Toch zullen we eerst door het zuur heen moeten. Hoe lang duurt het voordat we zeg maar uh, terugverdienen? Althans volgens dit rapport. Uh, het verlies wat we eerst maken bij het verlaten van de van die, van die Europese Unie? Ja, dat is uh, vrij snel. Ik denk dat we een jaar, hooguit twee jaar. dat we die initiële kosten, zoals het heet. bijvoorbeeld het omzetten van de um, euro in de nationale munt, in de nieuwe gulden. Uh, dat kost natuurlijk geld. Uh, maar uh, de kosten, uh, dat zullen we ook laten zien uh, vandaag. Uh, de winst die we hebben, zal uh, uh, vele miljarden groter zijn dan die tijdelijke uh, kosten die er inderdaad ook zijn. Ik kan dat niet ontkennen. Het uh, Persaldo nogmaals leverde in tien jaar tijd 10% extra economische groei en banen en meer bedrijvigheid op. En dat is waar het om gaat. Na het presenteren van dit rapport zal blijken dat andere mensen met rapporten komen die uh, bewijzen juist dat in de Europese Unie en in de euro blijven ons veel meer, wind, uh, veel meer uh, oplevert dan, uh, uh, dan dit. Dreigt het risico dat er een soort weliswaar niet-spelletje ontstaat? Wat moeten mensen hiermee? Nou, Ik heb die rapporten nog niet gezien. En wij hebben niet alleen een, een heel goed rapport van een bekroond internationaal bureau, maar we hebben ook het voorbeeld van een land wat al bestaat, Zwitserland, in het hart van Europa, maar geen lid. Van de Europese Unie. Die basis over zijn eigen geld, zijn eigen begroting en zijn eigen grenzen, die het economisch beter doet, die verdragen sluit met groeiende economie als, economie als China. Terwijl Europa daar nog aan moet beginnen. Zo'n land wil Nederland worden. Moeten we van Nederland maken, niet meer betalen voor Zuid-Europa, iedereen toelaten. Maar het geld stoppen in onze eigen economie. En handel blijven drijven met de rest van Europa. Dat is winst. Dat is extra banen. Dat is economische groei. En de mensen moeten maar kiezen wie ze geloven. Ik zou het wel weten. Uw doel is duidelijk. U wilt uit de Europese Unie, u wilt uit de euro, en dit moet dat ondersteunen, dat pleidooi. Zo is het toch? Zeker. We hebben uh, dit rapport laten maken. Omdat uh, de mensen die ons niet geloven, uh, die niet geloven als wij zeggen dat het goed is voor de economie, die misschien bang gemaakt worden door premier Rutte dat het slecht zou zijn voor de economie. Nou, hier ligt een rapport, Nexit, van een gerenommeerd Brits bureau die zegt. Allemaal bangmakerij, allemaal onzinverhalen. Het is goed voor de Nederlandse economie. Als je geld in Nederland besteedt, als je baas bent over je eigen grenzen, als je nog steeds handel blijft, blijft drijven met de rest van de Europese Unie en landen daarbuiten, dan levert het extra economische groei op, extra koopkracht, geld voor belastingverlaging en een vrij en soeverein Nederland. Dus ja, we zouden gek zijn om deze kans niet te gebruiken. Dit rapport is een mogelijkheid en een kans om uit de crisis te komen. Nederland moet die kans met beide handen aangrijpen. Is Europa niet meer dan economie alleen? Nou, weet u, Europa, de Europese Unie, is helaas verworden tot een politiek orgaan. Het is ooit begonnen in de vijftiger jaren met de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, later de EEG. En dat ging vooral toen nog over economische samenwerking. En dat was ook goed. Maar inmiddels is het verworden tot een groot politiek orgaan met allemaal commissarissen die niemand kent, waar niemand op heeft gestemd, die allemaal voor ons beslissingen nemen. We in het Nederlandse parlement hier in Den Haag ja, maken we meer wetten omdat Europa het wil dan omdat we het zelf willen, omdat we het moeten. We moeten ons geld betalen aan landen als Griekenland. Was het, zu zuiver, was het maar zuiver economische samenwerking, zegt u eigenlijk? Ja, dat is het al lang niet meer. En door te kiezen voor het Zwitserse model, door wel handel te drijven, maar vooral. Uh, verder over onze eigen geld en onze eigen beslissingen te gaan, uh, doen we weer waar Europa goed in is en dat is handel drijven en de rest doen ze maar zonder ons.